wacht met Olaf mee bij La Poubelsonier. Zo, dat ging maar net goed hoor. Ik was bezig het geheime spaghetti recept van La Poubelsonier te beschermen. Als iemand dan vraagt om het geheime recept, dan gebruiken wij codetaal en dan zeggen wij: kijk nou, een kakelende flamingo. En dat is code voor pas op, iemand probeert het recept te stelen. Maar goed, hè? Laten we beginnen. Vandaag gaan we iets bijzonders maken. Iets wat notenvrij is, glutenvrij is en lactosevrij is. Vandaag gaan wij maken kokosmacronen. Klinkt al lekker, hè? Maar dat moet je natuurlijk niet alleen doen. Dus pak je vriend, vriendin, broeder, zuster, maat erbij, want wij gaan naar de keuken. Er is alleen helemaal niemand thuis bij mij. Oh. Ja. Laat ik jullie voorstellen aan mijn keukenbrigade voor vandaag. Oké, laten we gaan beginnen. Stap 1. Wat heb je nodig? Magische keukenstem. Ja, dankjewel. Je hebt nodig 150 gram suiker, 150 gram gemalen kokos, 3 eieren. Iets om in te mengen, iets om mee te roeren. 1 oven, bakplaat, bakpapier, 2 lepels, goed gevoel voor humor en een keuken. Hey, ben jij nou aan het eten? Oh ja hoor, ren maar weer weg. Leuk om te melden. De eieren komen van kaasmakerij Huig van de Graaf. Het zijn bio-eieren vers van de boer. Mocht je dit recept nou vegan willen hebben, is 1 potje kikkererwtenvocht goed voor 100 gram gemalen kokos. Aan de slag. Stap 2. Verwarm de oven voor op 170 graden. Stap 3. We gaan de eieren splitsen. Oké, hier gaan we. De bedoeling is dat je het eiwit opvangt in een schaaltje en dat je het eigeel in de schaal van het ei laat zitten. Hier gaan we. Je breekt hem open. Voorzichtig zo. Kijk, daar komt het ei. Het eiwit komt er allemaal uitgedropen. Zo. En dan laat je dat ei geel een keertje springen. Vloep. Vloep. En het eigeel kun je even in een apart bakje doen. Zo. Vloep. Daar zit die in. En dan heb ik, als het goed is, eiwit en eigeel. Nou, de eierdooiers gaan we niet gebruiken, maar je kunt ze bewaren. Overgebleven eierdooiers blijven namelijk 2 tot 3 dagen goed in de koeling. Zet ze wel even onder een laagje olie. Even kijken. Zo. Want anders droogt het uit en dan gaat je eigeel kapot. En als je de eierdooier wilt invriezen, meng ze dan vooraf met 6 gram zout of suiker per 100 gram eigeel. Het zout of de suiker zorgt voor een lager vriespunt, waardoor kleine kristallen ontstaan. Hierdoor krijg je minder schade aan de structuur van de dooier. Maar je kunt het eigeel ook gebruiken om samen met, als je hem nog hebt, een reserve-ei, een omelet te bakken. Oh, dat ziet er lekker uit. Die kan ik lekker op een boterham opeten. Oh. Oh, het brood is op. Waar is het brood heen? Juist. Nee, ik zit eigenlijk nog vol van die... ik bedoel, niet peperkoek. Ik kan hem natuurlijk ook altijd weggeven, hè?
Niet doorverkopen. En vooral niet aan het verloop, want ik weet waar je woont. Stap 4. Pak de mengkom. Of iets om in te mengen. Je eigeel. Je bedoelt eiwit, prutser. Zo. Je suiker gaat erbij. Zo. En je kokos gaat erbij. Zo, zo. En dan is het een kwestie van mixen. Strauss, zou jij willen mixen? Rustig aan, hè? Rustig aan, hè? Ik draai even de camera weg, dat je niet vies wordt. Ben je er klaar voor? Mixen maar. Hij is klaar. Zo, kijk eens aan. Netjes hoor. Netjes. Door naar de volgende stap. Oh, verkeerde kant. Hier is de camera. Kijk, het is helemaal gemixt. Het is prima zo. Dan is het nu tijd om ze op de bakplaat te leggen. Dus bekleed je bakplaat met bakpapier. Dan pak je 2 lepels. En die doe je zo op de lepel. En bij de andere schuif je hem op de bakplaat. Zo. Dus je schept een beetje op. Zo. En hupsakee. Zo. Intussen is de oven opgewarmd. Dus is het tijd om ze in de oven te stoppen. En de extra's. Zo. Hupsakee. En wachten. 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 Weet je wat? Spelen jullie alvast een paar Waar is Olaf's voor het wachten? Hè? Waar is Olaf? Ik heb me op 3 verschillende plaatjes verstopt. Jullie hebben 10 seconden de tijd bij elk plaatje om mij te vinden. Succes! Nee, dit geheime recept is van La Poubelle Sonnier. Daar blijf je vanaf. Jullie zijn er al. Volgens mij zijn ze klaar. We gaan kijken, kom. Ze zijn klaar. Opscheppen en opeten maar. Ze zijn heerlijk goudbruin en ze smaken verrukkelijk. Toch raad ik aan om de volgende keer met echte mensen samen te bakken. Weet je... Een willekeurige kamerplant doet nou eenmaal niet zoveel. Maar ze smaken heerlijk. Follow alarm. Follow alarm.
Buffalo? Nee. Dit is... niet Fallo. Dit is... Alfo. En ik ben van de... K.O.K.S. Moods. Wij zijn de geheim receptinspectie en ik kom jou geheim recept inspectaren. Luister, Fallo. Ik ga je de zin vertellen die ik je elke keer blijf vertellen. En die zin is... Alsjeblieft. Olaf, doe het niet. Wacht even. Wat? Wat? Nee. Ik hoor het ook. Olaf, wat is dat? Laat me ook kijken. Olaf. Het is toch niet waar? Kakelende flamingo's. Ah. Oh nee, toch? Luister, Olaf. Het spijt me, oké, vergeef me. Ik doe alles, zolang je maar niet mijn fobie voor kakelende flamingo's gebruikt. Ik wil ook gewoon eens een keertje normaal goed kunnen koken, oké? Ik wil ook gewoon eens een keertje lekker in een restaurant staan en dat mijn klanten zeggen, wauw, wat lekker. Kan je me niet leren om te koken? Of in ieder geval een tip geven? Oké, weet je wat? Wat? Zal ik je gewoon het recept sturen van kokosmacrons, hè? Echt? Wat? Op één voorwaarde. Dan moet jij beloven niet meer zo vaak te liegen en dingen proberen te stelen, hè? Ja, oké. Dat vind ik goed. Ja. Zoals te beginnen, wat is je echte naam? Want Fallo is Olaf, maar dan omgedraaid. Mijn echte naam is... Ja.